Kom hier, Babsy. Fucking autist. Nee, fuck off. Hoppa, mullerwijn. Beste YouTubers, beste subscribers en beste avondaartjes. In goeiemorgen deze morgen een wereld zonder de Camille Pieten, ja, ja. We zijn hier dus weer wakker en wat gebeurt er dus altijd als Jordi wakker wordt? Dan wordt er eigenlijk altijd lawaai gemaakt. Hoordat ik eigenlijk altijd vroeger wakker word dan dat ik eigenlijk normaal moet zijn. Dus eigenlijk zijn die gasten er eigenlijk weer aan het werken. En weet ik veel wat ze aan het doen zijn aan die school, aan die debielische school hier. Maar ze zijn weer heel moe aan de klut aan het helpen, hè. Dit is het moment waar we allemaal op gewacht. Dit is Johnny Macaroni! Johnny Macaroni! Johnny Macaroni! Johnny Macaroni! Klutzak! Fucking hell! Ik ben met mijn vinger eruit te beten, klutzak! Jongens toch! Daar hebben we dan de meest autistische hond van heel Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, België en het heelal. Ja! Ja! Autistisch rondlopen! Ja, nutloos! Ja! Goed zo! Ja, ja, ja! Loopt nu, ja, 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 yo, yo, ja, yo! Hey, hoefie, doe pipi. Fucking pipi, man. Oh yeah, oh yeah. Voor de mensen die er nog afvragen waarom dat hoefie eigenlijk in een kennel zit, dat is eigenlijk omdat hoefie redelijk veel kapot bijt als hij alleen thuis is. En Johnny Macaroni. Johnny Macaroni, hoe is het vandaag? En Johnny Macaroni, hoe gaat het vandaag, jongeman? Allee, vrouw. Wat? You didn't give a fuck, eh? Je heeft geen fuck, man. Eh? Johnny, nee, durf niet. Je moet Johnny Macaroni, nee. Ah, godverdomme, Johnny! Volgende, 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 volgende. Wij gaan vandaag op bezoek bij één grote autist. En dat is eigenlijk de nieuwste autist van de familie Maarschalk, van de familie Jordan Ninja. En dat is eigenlijk ook een hondje, maar die is eigenlijk ook een beetje autistisch. Dus die gaan we straks een keer gaan checken. Die kijken als hij nou autistisch doet. En die is hier alvast heel de dag autistisch aan het doen, hè? The biggest autist of the planet. Goofy. Goofy is the biggest autist of the planet. Allee, doe een keer normaal. Fucking autist, mate. Ik ben nu bezig met het bewerken van een video die waarschijnlijk vandaag online zal komen. Of die binnen een paar dagen online komt, ik weet het niet, ik doe mijn best, het is heel druk. Daar slaap ik dan en dan hoor ik allemaal van die kutgeluiden waardoor ik eigenlijk wakker word. En dat ik eigenlijk een korte nachtrust heb. Eigenlijk geen nachtrust, een middagrust, want ik werk s'nachts, dus ja, en het komt van 3,6, zo verstuit dat wel, hè. Die klutzang zijn de lawaai te maken, godverdomme! Met de klutzang! En stuur me dan als ze mij hoort, hè. Johnny Macaroni! En Johnny the Ninja, yo! Out, peace out, my niggas. Wow, 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 wow. Maar ik ga eigenlijk niet tellen. Dus wij gaan nu even tellen. Misschien klopt wat ik zeg. Godverdomme. Ja, hier is hij dan. De tank. De Jordan Ninja Waggy. Jordan Ninja Waggy. Het is godverdomme 350 miljard graden en dat ding hierin, maar het is niet normaal. Godverdomme, hè. Holy fuck, dat is hier warm. Holy, het is 30 graden in mijn auto. No shit, Sherlock. Airco aan, godnom de en de ruitjes op, ja, fucking logica. Airco en de ruitjes aan, hè. Maar zo doen we dat hier in Alter. Zo doen we dat hier in Alter, godverdomme. Ik ga mijn gordel aan doen. En dat is belangrijk. Safety first, hey, people. Safety first. You got to make the camel is right. En dan you go in the back, in the back, in the back. You go achteruit, yes. Nu we put it in drive. And we go forward with the horse. Hey. Yes, very nice. Ik kan wel hier op de oprit. Nu gaan we dus naar mijn moeder naar huis. Want mijn moeder naar huis, daar is de grootste autist geboren. En dan ben ik dus. Ik ben nog niet geboren, maar oké. Okay. Ja, dat maakt het eigenlijk niet uit. Maar nu gaan we op bezoek bij het nieuwste familielid van de familie Maarschalk. En dat is namelijk Babs. Of Babsy, ik weet zelf de naam niet.
Maar de boeit er niet, het is gewoon een schattige hond, het is al dat telt. There is a car coming, so I wait. Ja, anders zit mijn deur kwijt, hè. Dat wilde niet, hè. Hij noemt hij Babsy, hè? Dat is Babsy en dat is de klutzak. Ella. Fucking autist. Da Babsy. Da Babsy. Doggo. 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 Een autist. Kom hier, Babsy. Fucking autist. Nee, fuck off. Babsy, kom hier. Kom hier. Kom. Oh, fucking hell. Nee. Don't attack me. No. No. Fucking hell. No. Fucking hell. No, 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 no. Ja, kut leven, hè. Het is veel te warm voor te leven, eigenlijk. Ik zou eigenlijk beter van een brug springen, in het water, natuurlijk. Yo, Babsy, man. Yo, what's up, my nigga? Is dat water? Is dat water? Ja, Babsy is dus op zoek naar drugs. Allee, zoek drugs, man. Vrouw. Zijn ze, ik en Babsy zijn dus op zoek naar drugs. En zo te zien heeft Babsy een spoor gevonden van drugs. Ik denk dat hij een beetje cocaïne gevonden heeft. Yo, my name is Babsy. And I'm a Flopsy. Yo. Chillings with the homies. Babsy is chilling on my shoulder, eh? Eh? Oh, potje op de camera. Oh, 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 rustig. Dus ik en Babsy zijn aan het chillen in de tuinstoel. Omdat het lekker weer is en zoals je weet, autisten dat chillt wel een keer in de zon. Want ik ben een autist en wat is je een autist? Babsy is de groene autist van heel dat bos hier. Hé, hey, u kan zelf niet in het bos. Je bent een makker. Je bent een makker, hè. Dus dat hondje dat doet dus geen mens kwaad, hè. Dat is dus gewoon een onderbaarlijke autist die nu aan het zonnen is. Autiste bal 2017. Bah, bitch. Bah, bitch. Ja, yo. De lut, hè, Babs. Yo. Salut, man. Yo, tot de volgende. Fijn u het kent hebben. Ja, yo, de lut. Ja, ja. Oh, Slachtan. Holy shit. Dan tanden even. Ja, lo. Het zijn nog melktandjes zeker? Mm-hmm. Oh, oh, oh. Daar kan de kipjes mee doen, Benje. Tot zover het bezoek aan Babsy, de grootste artiest van heel België. Ba, Babs. Ja, en nu zijn we onderweg terug naar huis, want ik moet nog een video bewerken. Closing the windows. Left and right. That's how we roll in Alter. Yes, very nice. We close the car. Hey Diris, ik ben thuis, hè. Ik ben thuis, hè, Diris. Hello, Johnny Macaroni. Johnny Macaroni. Hoi, 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 hoi. Ja, we gaan die andere autist er ook uitlaten, want... Lupfeit, klutzak, lupfeit, lupdol, tolfeit. Beetje lang uur, tolfeit, tolfeit. Nutloze flikker, godverdamme meid. Nu moeten we de doggo nog eten geven. Want het hondje heeft honger. Hongerig hondje. Take some korreltjes, man. You don't want korreltjes. You want korreltjes? Allee, feit, eet keer die kamelenkorrels op, feit. Ah, hou, feit, eet die kamelenkorrels op. Ja, niet dan niet, ja, autist, meid. Dat zijn ze van die autisten, die man. Dat is zo duidelijk wel een keer doen, hè. Op in de domme mellen. Dan pakken we er hier zo een banantje mee. Een banantje in het kwadrat van de regelmatigste. En dan gaan we er een keer naar boven, hè. Ja. Hoef je niet meer weg, loop mee. Godverdomme, dat ventje. En hier lekker een kabinepietje te nemen, willen slaan. Nou, we zijn naar boven, hè. We gaan een keer naar boven en we zijn een keer op een trap. Ja, ik kan het wel in de trap.
kan dat wel, hè. En nu legt hij dus een random broek. Een random broek is uit het niets. En nu doe ik het mijn red toe, want zie je dat hoor? Die klutzakken zijn er dus aan het werken. En die man keiveel lawaai de meid. Met de klutzakken, meid. Altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. En dan de tweede stap, voordat ik een video begin te bewerken, als het te warm is, trek ik dat stopcontact hieruit, steek ik dat stopcontact hierin, en dan komt er hier op magische wijze komt hier een beetje wooi uit. Een beetje wind. Ruidjes even niets. Dus nu heb ik gratis even niets wind, en ga ik verder bewerken aan de video, die binnenkort online komt met Johnny Macaroni. Dus wens mij succes, en dan zie ik jullie in het volgende clipje waarschijnlijk wel. Ja, yo. Ultimate 2K17. Godverdomme! Kutzooi! De video is bewerkt! En de video is nu aan het renderen. Dus ja, zoals je ziet is de video aan het renderen. Die komt waarschijnlijk... I don't know wanneer dat die online komt. Deze vlog komt waarschijnlijk later online. Dus deze video zal online staan. Als je deze vlog bekijkt, dus eigenlijk is het gewoon een grote mindfuck. Ja, YouTube is eigenlijk gewoon een grote mindfuck. Dus in het kwadraat van 3,6, als je nu aan het kijken zit, Kamelepiet, zeg gefuckt. Ja, sowieso. Standaard. Outie hond, kom. Mijn eerste video staat juist online. Het is een GTA-video dat je waarschijnlijk al gezien hebt. Deze vlog komt later online, dus... Logisch dat, ja, oké, ik ga gewoon mijn bek houden. Ik moet me nu klaarmaken, want het uur is bijna aangebroken dat ik weer moet gaan werken. Mijn fucking kutleven, ja, bla bla bla. En dit is Johnny Macaroni. Johnny Macaroni! Johnny Macaroni! Johnny Macaroni! Ah, godverdomme, klutzak! Nee, hoe meer in mijn vingers zitten bij de klutzak. Dus wat staat er nog op het programma voor vandaag? Eigenlijk niet veel, want ik moet straks 8 uur gaan werken. Dan kom ik thuis, bewerk ik mijn vlog die ik vandaag opgenomen heb. En dan ga ik slapen en dan word ik wakker en dan ga ik waarschijnlijk weer een of andere video opnemen en bewerken. En dan ja, is mijn dag weer voorbij en dan begint de dag weer opnieuw. Maar gelukkig is het bijna vakantie voor mij. Fantastisch. Dit is Goofy en Goofy is een autistische hond. Een autie hond. Dag Goofy, mag ik een kusje? Maar... The night. Dit is Goofy. Goofy is een heel brave autistische hond. Ja, ja. Mind my words. He is very kind. He's a very kind doggy. Yes, you very nice. Dat is de Kamelepiet uit Egypte. Kamelepiet uit Egypte, feit. Klutzak. Goofy, shut the fuck up. Faggot, shut the fuck up. Een paar dagen geleden heb ik ook... een tijdje terug heb ik ook een fanart mail gekregen van fans. En ja, gewoon even kijken wat dat eigenlijk is, hè. Dat is eigenlijk de eerste fanart dat in de envelop zat. En daar staat er eigenlijk op. Remy, of Remy, ik weet, ik kan niet uitspringen. En Jules. Dus dikke shout-out naar die twee gasten. Want die hebben tekeningen in mijn brievenbus gestoken. Of weet ik veel. Of met de post, whatever. En dat is drugsverkoop. En dat is blijkbaar een Teletubby met een Tjunko SML. Ja. Daarnaast kan ik eigenlijk niet lezen. Stokfijntjes zijn ook oké. En dat is een appeltaart. Een mislukte appeltaart. Van Remy en Jules. Mag dit AUB nu in de video. Ja, kijk, feintje. Zit nu in de video, feint. Older de bolderen. En welkom op mijn kamielenzolder. En dat is een dikke vliesplant en op een mellevijnd. Tekening nummer 3, dat is dus een kamillepiet. Letterlijk een kamillepiet. En dat is een banana B, dat zijn minions. Ook van Remy en Jules. Een kamillepiet, jebla. Dat is een banaan, dat is een tjunko peert met een tjunko. Hey Remy en Jules, het is wel een oranje monster dat ik zo hier drink. Geen groen, nee. Het is verleidelijk, ja. Ik heb toch liever een oranje... AIDS pudding. En een potje AIDS pudding. Remy en Jules. Wel, ventjes, hun zijn zo hard bedankt voor die fanmail. Hun krijgen een dikke shout-out. Dus Remy en Jules, bij deze SO naar Remy en Jules. Ja. Ja, niet dat er veel gebeurt in mijn leven, maar af en toe wil ik wel een keer vloggen. Omdat dat eigenlijk, ja, vloggen is eigenlijk vloggen. En vloggen vind ik eigenlijk wel een keer leuk om te doen. Want zo vloggen, dat is wel een keer interessant. En als jij dat niet interessant vindt, of vindt dat wel leuk, laat het weten in de comments. Dat is altijd leuk voor te lezen, wat je er eigenlijk vindt van mijn video's. Nu verstuk ik waarom dan de panda's bedreigd zijn met uitsterven. Ze had verdomme hoeveel passeert met de hoeveel bij die rake panda doet, hé? Al die panda's moeten hier allemaal aan geloven, ze zijn hier allemaal dood. En dan hadden we hier nog Johnny Macaroni. En Johnny Macaroni is eigenlijk een beetje autistisch, hé?
Johnny Macaroni, Johnny, durf niet zo mooi. Spijtig genoeg is het alweer tijd om te gaan werken. En ja, dan zie ik jullie tot een over een achttal uurtjes. Doei doei, klutzang, kamillepiet en ja, slaap aan de hinder, maar ik ga gaan werken. Yo, tjaukes, yo, yo. Ja, patatjes, het is pauze voor mij. Ik heb een half uur pauze, dat wil dus wel te zeggen dat ik dus een half uur niet moet werken en wel betaald wordt. Fantastisch gewoon. Dus nu moet ik eigenlijk gewoon een half uurtje chillen in mijn auto. En dan moet ik eigenlijk nog twee uur werken en dan ben ik er vanaf. Dan is het 5 uur en dan zit mijn shift erop. En dan kan ik naar huis. Fuckers. Kijk dan mijn werk, eigenlijk kan nu naar huis. Het is wel geteld. 7 na 5, ik mag dus naar huis. Ik ben dus aan het rijden met de auto en aan het filmen tegelijkertijd, maar dat mag dus eigenlijk niet. Dus ik ga het kort houden, ik ga nu naar huis. Zoals je weet, ik ga naar huis, want why the fuck zou ik nou langer op mijn werk blijven? Dus wij gaan nu zo naar huis met de auto en dan zie ik jullie zo meteen. Doei! Voilà, we zijn juist toegekomen. Thuis in Aalter, waar iedereen slaapt en ik ga werken. Nee, is gewaar. Er zijn by the way heel veel mensen die alleen 's nachts werken, daar verschiet ik echt van. Maar ja, dat moet je eigenlijk geen kloot in. Moet je mij zo asso gaan parkeren op de stoep? Want ja, ik stel me graag dicht bij mijn huis. En dan heb je hier van die mensen die zo schuin gaan parkeren op hun vak. Dus ja, dan moet ik me hier stellen. Hè. Hier zo mooi. Ja, ja, dikke pony. Fan art, go out of my way. Die moet ik by the way nog ergens hier ophangen. Die moet ik ergens hier nog ophangen aan de muur. Het laatste van de dag is eigenlijk altijd hetzelfde. Of niet hetzelfde, ik zit een beetje rond te zwerven op internet over naar ideeën en naar shit voor mij te ontspannen. Wat ik nu ga doen is, ik ga de vlog afsluiten, ik ga de vlog bewerken, ik ga hem renderen. Morgen, wacht, vandaag, ja. Vandaag upload ik hem dan. En wat morgen moet ik eigenlijk niet doen, want ik ben een klein beetje ziek. Mijn lichaam eist zijn tol na het weinig slapen en het veel YouTube gebeuren erbij. En dan nog een keer dat werken. Dus ik denk dat ik mijn roes een beetje ga uitslapen, want ik zie er niet uit. Fucking hell. Vond je de vlog leuk? Vergeet zeker de vlog niet te liken. Bij de 350 likes, maar dat ik waarschijnlijk toch niet haal. Komt er zo snel mogelijk een nieuwe vlog online, ook al is mijn leven kut saai. En hebben jullie daar echt niets aan die vlogs? Maar dat boeit eigenlijk geen kloten. Vergeet zeker niet al mijn sociale media te volgen die hier op het scherm komt. Dat zijn eigenlijk alleen maar Snapchat en Instagram. De rest, ja, dat boeit eigenlijk gewoon geen kloten. En leuk voor het kijken, Jordi Ninja, Jordi Marschalk. En ik weet niet meer wat ik zeg. En ciao kus, Paul, ja, yo, ciao, yo.